Welkom bij de wiskundeles. Vandaag gaan we eens kijken hoe kunnen we de rechthoekzijde berekenen met de stelling van Pythagoras in een rechthoekig driehoek. Dus hoe kunnen we een van de rechthoekzijdes berekenen? Nou, wat we de vorige keer gezien hebben is dat als je een rechthoekig driehoek hebt, dat als je de twee rechthoekzijdes in het kwadraat hebt, dat die bij elkaar even groot zijn als de schuine zijde in het kwadraat. Dus in dit geval 9, want 3 in het kwadraat is 9, dus 9 plus 16 is evenveel als 25, dus evenveel als 5 in het kwadraat. Nou, hoe kan je dit ook gebruiken? Nou, stel je voor, je weet die 25 wel en je weet die 16 wel, maar je weet die 9 nog niet. Nou, dan kan je ook doen 25 min 16 is 9. En zo bereken je dus eigenlijk wat deze is. Dus laten we eens even kijken, hoe kunnen we dat gebruiken? Nou, we hebben hier zo een rechthoekige driehoek, want voor de stelling van Pythagoras hadden we altijd rechthoekige driehoek nodig. We hebben hier de rechthoekzijde, namelijk de zijde AB en de zijde AC zijn de rechthoekzijdes. En we hebben één schuine zijde, namelijk de zijde BC. Nou, laten we eens even kijken. De rechthoekzijdes. AC is, nou die weten we nog niet, hè, dus die zetten we even neer. Maar daar zetten we nog even niks in. AB, die weten we wel. AB is namelijk 4. En de schuine zijde weten we in dit geval ook. Dat is BC. Die zit niet vast aan de rechterhoek hier. Dus BC weten we wel. En die is 5. Nou, laten we eens even kijken. Hoe kunnen we dan berekenen? Nou, we weten dat deze in het kwadraat plus die in het kwadraat is die in het kwadraat. Nou, laten we eens kijken. Wat is het kwadraat van 4? Nou, als we het kwadraat van 4 doen, doen we 4 kwadraat is 16. Dus hier zien we dat het kwadraat daarvan is 16. Dus deze is 16. Het kwadraat van 5 is hoeveel? Nou, doen we 5 in het kwadraat. Oftewel, dat is 25. Dus we weten nu ook dat die oranje is 25. En we weten dat die twee met de stelling van Pythagoras, wat hij ontdekt heeft, dat als je die plus die doet, dan krijg je deze. Maar dat betekent dus ook dat als we deze willen weten, dan doen we gewoon 25 min die. En dan weten we hoeveel die geel is. Nou, laten we eens kijken. Hoeveel is 25 min 16? Hoeveel is dat? Nou, zetten we er even achter. 25 min 16. Nou, we rekenen het even uit, hè. 25 min 16. Oftewel, dat is 9. Dus we weten die AC is 9 in het kwadraat. Nou, en als deze 9 in het kwadraat is, van het kwadraat naar gewoon weer, dan moeten we de wortel doen, hè, dus vanaf die kant weer terug. Dan doen we de wortel, dus we doen de wortel van 9. Oftewel, wat zien we? Dat AC is 3. Dus AC is 3. Dus hoe lang is AC? Ja, AC is 3, hè, dus we hebben hier uitgerekend dat AC 3 centimeter is. Dus de zijde van A naar C is 3 centimeter. Nou, we hebben hier weer helemaal al die vierkantjes getekend, maar dat hoeft natuurlijk niet, hè, want we kunnen het ook gewoon met het schema doen. Als we hier kijken, hier hebben we het schemaatje. Laten we die ABC uitgerekenen. Nou, we hebben een rechthoekzijde AB. Oftewel, dat is AB is 5. We hebben een andere rechthoekzijde, namelijk BC. En die is voor ons nog onbekend, maar die gaan we uitrekenen. En dan hebben we een schuine zijde die niet vastzit aan de rechterhoek. En dat is AC. En AC weten we wel. AC is namelijk 6. Nou gaan we kijken hoeveel is dan die kwadraten. Nou, het kwadraat van 5 is, nou ja, die moet je misschien ondertussen uit je hoofd kennen. Maar 5 keer 5 is 25. Hè? Dus het kwadraat van 5 is 25. Het kwadraat van 6, nou, 6 keer 6 is 36. Dus het kwadraat van 6, moeten we wel het kwadraatje pakken, is 36. Dus hier zien we dat het 36 is. Nou, wat weten we? We weten dat de rechthoekzijde plus de andere rechthoekzijde is de schuine zijde. Dus willen we deze weten, dan moeten we die schuine zijde min die ene rechthoekzijde doen. Dus we doen 36 min 25 hier. Nou, hoeveel is 36 min 25? Kunnen we uitrekenen. 36 min 25 is
11. Dus wat zien we hier? Dat die zijde in het kwadraat is 11. Dus we weten nu dat het kwadraat van BC 11 is. Nou, wil je van kwadraat weer terug naar gewoon, dan moet je de wortel doen. Hè? Dus nu moeten we weer de wortel doen van 11. Dus wat doen we? We pakken hier de wortel van 11. En dan zien we, dan krijgen we een heel lang getal. Dus dan gaan we weer mooi afronden. Twee getallen, dus 3,31. Kijken we even naar de volgende. Die is boven de 5. Dus die is 5, 6, 7, 8, 9. Dus dan wordt die 31, wordt eentje hoger. Dus 3,32. Dus hoe lang is zijde BC? 3,32. Dus hebben we de zijde uitgerekend, namelijk 3,32. Dus hoe lang is BC? 3,32. Wat dit ook was, ik denk dat het centimeters zijn. Dus 3,32 centimeter. Hey, ga eens zelf proberen om km hier uit te rekenen en om PR hier uit te rekenen. En maak iedere keer netjes dat schemaatje. Hey, succes met het maken van de opgave en tot de volgende les weer.